Hallo, ik ben Kirsten van Voice en vandaag laat ik je zien hoe je een Syscard-toestel in elkaar zet en aansluit op ons netwerk. Als de Syscard-toestel bij je binnenkomt, dan zit hij in zo'n doos. En in deze doos zitten alle onderdelen. Het toestel. De hoorn. De krulsnoer. De untangle, die zorgt dat de krulsnoer niet direct in de knoop gaat. De adapter, die zorgt dat het toestel stroom krijgt. Een netwerkkabel, maar deze gaan we nu eerst niet gebruiken, omdat we hier al een netwerkkabel hebben liggen. En het voetje. De untangler heb ik alvast in de hoorn gestopt en nu ga ik het krulsnoer bevestigen. De korte kant stop ik in de hoorn en de lange kant doe ik in het toestel. En die mag bij de hak worden bevestigd, HAC. Dan kan deze erop. Vervolgens ga ik het voetje bevestigen. Bij het voetje is het belangrijk dat je deze ribbeltjes aan de onderkant hebt. Wat je dan eerst doet, is de bovenkant erin klikken en vervolgens kun je de onderkant heel gemakkelijk erin drukken. Nu kan het toestel staan. Het enige wat hij nu nog nodig heeft, is stroom. Stroom kan heel gemakkelijk worden toegevoegd. En we bellen via VoIP, dus over het internet. Vandaar dat hij ook aangesloten moet worden aan het internet. De internetkabel mag in de SW-poort. Het toestel start nu op en je zult nu een aantal kleuren in beeld krijgen. Oranje, groen, dan een beetje rood. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle lijnen groen worden. En dan is hij aangesloten aan het netwerk. Mocht je er niet uitkomen, dan zit ik samen met mijn collega's voor je klaar. Op telefoonnummer 050 700 9920. Auw! Ja?